waarschijnlijk slapen ze vannacht gewoon in haar eigen bed. De politie zit er bovenop en papa heeft er mensen op gezet. Denk je ook niet? Ja, ik heb ook weer helemaal goede hoop. Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat ze de locatie gevonden hebben, toch? Nou, de locatie waar ik zat, ja, maar dat betekent niet dat mama daar ook is. Ja, jongens, laten we niet vergeten dat Hein een moordenaar is. Een moordenaar, die slaat meteen weer toe. Wat zeg jij nou eigenlijk? Dat je wel realistisch moet blijven. Ja, wat nou? Dat ik een carillon heb gehoord, dat betekent niet dat mama nog leeft. Jij denkt echt dat mama... Ik ben geen waarzegger, nee, maar je kan je verwachtingen wel een beetje bijstellen. Dit komt me bekend voor. Ja. Wat nou weer? Nou, in zo'n soort situatie hebben wij ooit een keer een boompje geplant. Oh ja, dat boompje met die kraaltjes en die lintjes erin. Zou ik anders die frutsels eruit halen en dingen van die mama... Die frutsels die ik met liefde heb uitgezocht omdat ik jou miste. Nou, niet maar... omdat je mij miste, maar omdat je de hoop had opgegeven dat ik überhaupt nog leefde. Je bent er gewoon nog, dus wat doe je nou moeilijk over? Ik ben er nog. Maar niet dankzij jou. Maar dankzij papa, mama, Bing en alle anderen die mij zijn blijven zoeken. Maar in jou had ik helemaal niets. En als jij denkt dat het geen zin heeft om mama te zoeken omdat ze dood is, dan ben je echt gestoord. Denk je dat? Waar bemoei jij nou weer mee? Oké, ik mag dan misschien wel gestoord zijn, maar jij bent naïef. En dan kun je wel zielig gaan doen dat het, over het feit dat ik jou niet heb gezocht. Waar was jij? Toen ik door twee bivakmensen in elkaar werd geslagen. Maar ik denk... En dat ik werd getergd door een carillon dat ABBA-muziek speelt. Weet je wel hoe zwaar dat is? Liever, dat wist je zelf tot een half uur geleden ook. Daar gaat het niet om, dat snap je toch? Ik word hier onder hypnose gebracht om me bepaalde dingen te herinneren. Natuurlijk doet dat iets met me, natuurlijk.